Yo dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Deze keer zijn we weer in farming. Deze keer zijn we op de PC in farming. Ja, ik dacht van ik ga een keer weer op de farming op de PC doen. Ja, ik heb natuurlijk een online server online gemaakt natuurlijk. Voor farming. We gaan even deze veld oosten. Maar ja, we gaan eerst even trek aan de kant zetten, want anders kan ik hem natuurlijk niet legen. Ja. Ik speel nu wel even met toetsenbord natuurlijk. Maar ja. Dat doen we sowieso wel de hele tijd natuurlijk. Of dat doe ik de hele tijd wel alle met op PC natuurlijk. Spelen als ik op PC speel. Want ja, ja. Dat is gewoon een beetje een dingetje natuurlijk. We gaan even kijken of we deze kunnen doen. Ik heb de dingen al aanstaan. Oké, ik zet hem wel. Heel klein stukje zachter. We gaan gewoon even kijken of dit werkt. Ik heb natuurlijk mijn GPS even aangezet. Ja. Maar ik dacht van, vind ik wel handig. Ja. Als jullie natuurlijk willen dat ik een keer een map doe via mijn PC. Met deze mods een beetje erin of wat dan ook. Laat het natuurlijk even rustig weten. Want dan kunnen we daar altijd nou even naar kijken. Ik doe wel even zwaailicht aan. Maar ja, ik dacht van ik doe even een soort van ja, een PC-serie, weet je wel. Gewoon. Misschien ga ik ook wel een PC-serie maken. Maar ja, weet je, het is natuurlijk gewoon. Voor mij is het dan makkelijker, weet je, omdat ik meestal wel heel vaak met dingen bezig ben natuurlijk. Hoe heet het? Ja, op mijn PC ben ik natuurlijk best wel vaak bezig met mijn werk. En dat soort dingen. Dus zodoende dacht ik van misschien is het dan leuk voor jullie om dan, ja, dan op de PC farming te spelen. Hier kan ik altijd nog andere mods in gooien of downloaden van de mod af en dan erin gooien. Dus ja, ik ben nu even deze veld aan het oosten. Het gaat niet heel snel. Ik doe het wel op de originele manier natuurlijk. Zo. Zo. Dus ja, ik speel nu even met GPS natuurlijk. Omdat ik dat zelf ook wel fijner vind natuurlijk. Werken. Je kan mooie lijntjes maken. Stel dat je wil gaan maaien of wat dan ook. Je maakt hem het gewoon wat beter en mooier. En ja. Daarom. We doen het nu een beetje zelf. Ik speel natuurlijk ook nog met iemand anders op deze map. Maar ja. Die is er nu niet natuurlijk. Dus zo doen we eigenlijk een beetje. En ja, ik dacht van, ja weet je, ik heb natuurlijk al een tijdje geen farming meer gedaan. En ik ben natuurlijk ook wel
met mijn eigen serie bezig nog wel, weet je. Alleen ik dacht van, ja, weet je, ik heb natuurlijk ook nu een server hierop. En ik met degene waar ik mee speel natuurlijk. Die doet het natuurlijk gewoon een beetje rustig aan, weet je. We gaan niet gelijk grote spullen kopen en ja, dat soort dingen. We hebben natuurlijk wel toen wat dingetjes gekocht. We hebben een keepertje gekocht. We hebben wat andere dingetjes eigenlijk gekocht. Zoals de trekker en de opraapwagen. En ja, dat soort dingen wel een beetje. Alleen ik dacht van ja, misschien is dat natuurlijk wel gewoon leuk. Weet je, dat ik ook jullie laat zien. Dat ik ook gewoon farming ook op de PC speel. En deze keer Dus ja, dat is natuurlijk gewoon even de vraag voor jullie. Of we dat, ja, of daar, dat ik dit misschien verder moet gaan doen of niet natuurlijk. Dat legt natuurlijk een beetje helemaal aan jullie. Of jullie dat willen natuurlijk of niet, of wel. En ja, volgens mij hebben wij ook nog wel een auto erin zitten. Volgens mij, dacht ik. Even kijken. Ja, we hebben deze auto erin zitten en we hebben een bus. Dus ja, we kunnen wel gewoon een leuke serie ervan maken natuurlijk. Als jullie dat willen. Misschien maken we er ook wel een roleplay serie van. Maar dan moet ik even met degene bespreken die dat wil natuurlijk. Of die dat natuurlijk wil. Ja, ik neem niet alles mee. Maar niks uit. En misschien wil ik ook wel binnenkort een soort van nieuwe trekker kopen of zo. Ik heb misschien er wel eentje in mijn hoofd om te gaan doen natuurlijk. Maar ja, weet je, het is natuurlijk gewoon van, ik moet even gaan kijken natuurlijk. Ik moet ook een beetje gaan kijken hoe jullie het vinden. Als jullie willen dat ik Farming Sticks blijf doorspelen natuurlijk. Maar ook met Minecraft en zo. En met de rest natuurlijk een beetje. Want daar hou ik natuurlijk wel een rekening mee voor jullie natuurlijk. We zitten bijna alweer vol, hè, met die dingen natuurlijk. Dit gaat wel. En ja, weet je, ik vind dit met GPS vind ik natuurlijk ook heel mooi. Er zit ook crossplay in natuurlijk. Dat kunnen jullie natuurlijk zien. Maar ook sorry jongens voor de katten. Maar dus ja, sorry voor de katten hoor. Die zijn in de ochtend altijd wel een beetje mauwig natuurlijk. Maar ja, weet je, ik probeer natuurlijk ook voor jullie leuke video's natuurlijk te maken. En deze keer, ja, dacht ik van, ik doe het even via de PC. Omdat anders moet ik weer eerst helemaal mijn PlayStation opstarten. En ja, weet je, dan gaat het natuurlijk ook weer langer duren natuurlijk, want dan moet ik eerst mijn PlayStation weer opstarten en mijn dingen. En ja, weet je, ik wil natuurlijk gewoon afvragen van stel dat ik op de PC ga spelen,
welke map zullen jullie leuk lijken om dan zeg maar te gaan spelen of die we gaan spelen natuurlijk. Want weet je, net zoals op deze server kan ik natuurlijk ook heel veel gedownloade maps erin zetten. Die dan zeg maar beta of anders zijn dan normaal natuurlijk. En weet je wat jullie natuurlijk leuk lijken. En ja, weet je, voor mij maakt dat echt niks uit. En weet je, want ja, toen in de tijd heb ik ook best wel veel mappen gedownload toen. Alleen ik doe natuurlijk nu een beetje de mappen van farming zelf. Maar stel dat jullie zeggen van, nou ja, weet je, hey, deze map lijkt mij wel leuk. Natuurlijk, dat zijn zeg maar gewoon een beetje de dingen natuurlijk. Ik zit wel bijna vol. Maar ja, weet je, dat maakt niks uit, weet je. We kunnen gelukkig hebben GPS natuurlijk. En daardoor kunnen we wel het lijntje natuurlijk weer, zeg maar, volgen. Maar anders maak ik, ik weet niet. Kunnen we deze lijntje halen? Ja, we kunnen deze lijntje halen. Mooi. Dan doen we gewoon heel even. Even de dingen even uit. Zeg maar, kijk. Want in principe, als jullie natuurlijk gewoon zien. De lijntjes, die blijven gewoon aan. Ik kan het ooit wel uitzetten. Alleen, ja, ik weet niet of ik het dan kan. Maar, weet je. Voor mij is het natuurlijk ook heel lang geleden dat ik natuurlijk farming op de PC heb gedaan. Omdat ik natuurlijk meer op de PlayStation bezig ben natuurlijk. De laatste tijd. En ja, weet je, dat is het eigenlijk gewoon meer. En buiten dat is het natuurlijk van, ik vind de farming op de PC wel wat fijner. Maar zoals nu, als ik bijvoorbeeld deze auto wil gaan kopen. Kijk, ik kan op deze auto klikken. Er zit hier geen slots bij. Omdat mijn PC het moet handelen hoeveel dingen wij kunnen gaan kopen. En met degene waar ik mee even wil gaan praten. Even een keer over wil praten is het niet. Dat is meer echt overleggen natuurlijk. Dan om zeg maar het een keer te kunnen kijken of zo. Of wij een roleplay serie willen gaan starten of dat soort dingen eigenlijk een beetje. En ja. Want ja, ik ga nog wel een keer naar die bus even kijken. En ik wil ook nog wel een keer een normale auto erin gooien. Maar ja, weet je, we kunnen ook gewoon de auto gebruiken van de game zelf natuurlijk. Maar ja, alsnog is dat natuurlijk wel een beetje het dingetje. Van, waar we dan even een keer moeten naar kijken moeten natuurlijk. Ik ga natuurlijk niet heel lang door, want ik moet ook zometeen natuurlijk wel weer werken. Maar weet je, ik dacht van, ik ga even laten zien dat ik ook weer op de PC kan spelen natuurlijk. En dat soort dingen eigenlijk een beetje. En ja, buiten dat, ja, misschien een keer gaan kijken voor een roleplay serie of zo, of wat dan ook natuurlijk. Ik weet het nog niet, ik moet nog even gaan kijken natuurlijk. Van hoe het valt natuurlijk. Maar ook wel goed.
En ja, jongens, laat natuurlijk even weten. Wat moeten wij gaan doen in deze map? Of waar hebben jullie zin om te zien in deze map dat we gaan doen? Want ja, in principe sta ik gewoon alles voor inbereid of voorbereid natuurlijk voor jullie. Om te gaan spelen natuurlijk. En als jullie echt een keer een roleplay serie willen, kunnen jullie het ook gewoon achterlaten natuurlijk. Maar dan gaan we gewoon even kijken. We zijn bijna klaar met deze veld. En dan ja, ga ik natuurlijk wel weer gewoon aan het werk natuurlijk. Maar ja, een beetje. Ik speel mijn toetsenbord nu, dus als jullie af en toe geslinger zien of wat dan ook, met een trekker of welke trekker dan ook, dan komt het omdat ik natuurlijk met toetsenbord speel. Ik moet ooit nog een keer even gaan kijken of ik mijn controller kan aansluiten, want af en toe heb de ding is natuurlijk ook nog wel eens fout eigenlijk, of controlefout. Dat mijn controller niet wil connecten met farming of zo. En ja, dat vind ik dan een beetje vreemd, want in principe doe ik niks verkeerd met farming, want ik start hem alleen op en dan doet hij dat, maar ja. En ja, weet je, dat zijn zomaar gewoon meerdere dingen. Maar weet je, dat komt allemaal wel goed, jongens en meisjes. Dat komt zeker wel goed. En ik vind deze map best wel mooi eigenlijk. Want ik kan jullie de kaart wel even laten zien. Dit is eigenlijk de map een beetje. Ik vind het zelf best wel mooi. Om zeg maar in deze map te spelen. Weet je, want in principe kunnen wij wel andere dingen natuurlijk ook doen en dat soort dingen. En misschien komt er ook nog wel een keer een paar mods bij natuurlijk. Maar maar dan moet ik even naar kijken nog een keer. Maar weet je, dat komt allemaal wel goed. Zo, en dan gaan we weer. Ik denk nog 2 of 3 strepen dat we heen en weer moeten. En dat dit allemaal klaar is. Misschien dat we dan de volgende keer hier stro rapen of dat we gaan ploegen. Moeten we even gaan over cultiveren natuurlijk. Want we hebben nu ook alleen een cultivator, geen ploeg. Of wel, we hebben, nee, cultivator hebben wij. Maar... dat we dat dan gaan doen natuurlijk, want ja, ik speel natuurlijk hier niet alleen op. Dus als jullie afvragen waarom heb je 439k, dat komt omdat we dat natuurlijk gewoon hebben. Je begint natuurlijk met 1,5 miljoen en dat was het eigenlijk. Daar begin je natuurlijk mee. Ja. Dus daar begin je eigenlijk een klein beetje mee. En van daaruit moet je eigenlijk upgraden. Zo is gewoon echt ouderwets farming. Gewoon geld gaan sparen. We hebben natuurlijk ook wel een paar dingetjes verkocht de eerste keer. Maar ik dacht van ja, weet je, we moeten natuurlijk gewoon... een beetje gaan kijken van hoe wat en hoe wat verder natuurlijk. En ja, weet je, omdat mijn farming elke keer constant blijft crashen, dan wordt het natuurlijk een beetje moeilijk voor jullie om een serie te maken. Want ik wil een serie voor jullie gaan maken op de PC dan, met deze een beetje met deze mods erin natuurlijk, en misschien wat andere mods dan. Maar misschien wel op de server, maar dat weet ik nog niet helemaal. Dit is natuurlijk gewoon een server die ik ook huur. Wat ik dan ook speel. Uh,
een klein stukje terug. Maar ja, weet je, dan gaan we gewoon. Dat doen we zelf wel even. Dan hoeven we de koersplein niet voor te gebruiken natuurlijk. Of GPS. Maar ja. Ik vind het zelf wel leuk zo, weet je. Omdat je dan wel wat meer dingen kan gaan bereiken natuurlijk. En ja, weet je, GPS kunnen we natuurlijk ook wel gebruiken. We kunnen de auto's uitzetten en onze eigen auto's laten rijden. Maar dan moeten we naar kijken dan natuurlijk. Dus ja, maar we zijn bijna klaar. En ja, weet je, je moet de CruiseCloudPlay voor mij ook wel weer uitzetten natuurlijk. Om hem voor de volgende trekker of wat dan ook te gebruiken. Maar ja, weet je, zodoende. Weet je, het is gewoon van, ja, gewoon leuk, weet je. Omdat ik dat natuurlijk wel leuk vind om te gebruiken. En ja. Weet je, om te gewoon natuurlijk gewoon te zien. En dan doen we natuurlijk ja. Nou, we kunnen het wel uitzetten, maar ik weet niet hoe. Even. Alt-C was het. Want Alt-C is het om ook weer aanzetten, maar ook weer uitzetten natuurlijk. Want ja, weet je, stel dat je hem voor de volgende wil gebruiken, dan moet je natuurlijk het wel kunnen. En ja, weet je, ik wil, ik weet niet of die ploeg erin zit. Ja, die zit erin. Ik heb ook al die lange ploegen erin zitten. Omdat ik wel wat makkelijk wil gaan maken natuurlijk. Weet je, qua ploegen en dat soort dingen. Voor alles. Maar ja, voor de rest komt dat wel goed. En dan kijken, G en dan E. Nee. Oké. Die moet eerst en dan pas X. Maar we eens, Oh ja. Oké, ja. Oh, even uitzetten. Ja, dat kan niet meer. Zo, ja, misschien wat we wel kunnen doen, jongens. Even snel nog. We gaan even kijken. Dan moeten we even naar de bouwmenu. Kijk, en dat vind ik zeg maar zelf ook. Ik vind het veel leuker om zeg maar met de muis te spelen. Om zeg maar hier of zo. Hier of zo een kippenhok neer te zetten. Zeg maar, of hier een beetje. Dat we die hier gewoon, zeg maar, in de hoek neerkwakken. Want, weet je, we kunnen dan bijvoorbeeld wel dat gaan doen. Dat we deze kant gebruiken voor de dieren. Dit hoekje. Of we moeten een van deze twee velden gebruiken. En we kunnen ook hier natuurlijk nog, als we deze veld hebben gekocht, of we gaan die grote veld kopen. En dit voor de dinges. Maar ik zou denken om dit treintje natuurlijk te gebruiken voor de kippen natuurlijk. Maar ja, en de dieren. Maar dan moet ik even kijken of er natuurlijk, ja kijk, je hebt wel kleinere
spullen, zeg maar. Voor koeien hebben we dat ook. We hebben ook een hele grote natuurlijk. Dit is een hele grote. Dat kan 4 rond. Dit hier kan 4 ronden. Maar kijk, die past gewoon niet eens. Deze is 750. Maar dan moet je gewoon de hele... genoeg. Die is voor 400. Ja, kijk, weet je. Dat kan wel. Maar dan moeten we die op één plek neerzetten. Maar ja, dat komt zeker wel goed. Maar ja, jongens en meisjes. We gaan natuurlijk de... Weet je wat? Ik vind het gewoon een beetje leeg hier. Bij dit stukje. Dus, weet je wat wij doen? We gaan wel één dingetje neerzetten. En dat is een hond. Gewoon een hondje neerzetten. Omdat ik denk van... Ja, weet je, waarom ook niet? Als die gewoon hier neerzetten. En gewoon elke keer zeggen van... Yo, hey, bedankt voor het kijken natuurlijk. Dat we gewoon hier altijd afsluiten. Dus dan wil ik natuurlijk gewoon nu zeggen natuurlijk van... Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Voor de English guys, thanks for watching and sharing. Don't forget to subscribe below. Don't forget the notification bell. I see you in the next time. Zoals I say is later. En ja, als jullie dit leuk vinden, laat het sowieso achter in de reactie. En ik zie jullie de volgende keer. Zoals ik altijd zeg is later. Yo.